het totale onbegrip van degene die op die boot voer over een ander zijn spullen. Het is, ik heb hier plezier en een ander moet maar zien. Afgelopen zaterdagavond vaart deze sloep veel te hard door riviertje de Gantel in Poldijk, waardoor enorme deining ontstaat. Kijk, het is wel zo dat je zegt, je gunt ieder zijn plezier. Maar op de manier hoe dat deze man voorbij vaarde, was het toch echt, je hebt lak, dan zeg ik het netjes, je hebt lak aan iedereen. Ja, je ziet alles omhoog en omlaag stuiteren. Het ligt te rukken aan de bolders, waarvan er ook diverse afgebroken zijn, touwen die gebroken zijn. En het zijn geen vliegentouwtjes. En dan zie je je eigen boot zie je heen en weer schommelen van een meter links en een meter rechts en op de kant slaan. Zodat die stootwielen kapot zijn, waardoor er schade ontstaat aan de lak. Maar als je omdraait en je kijkt naar die rijboten, die waren ook losgeslagen. Die hebben we ook s'avonds laat nog vastgemaakt. Ik heb zelf een paar nieuwe touwen gekocht. Ik ben dan maandagochtend naar de bouwmarkt gegaan om nieuwe ringen te kopen die afgebroken waren. Ik ben wel de hele maandagochtend bezig geweest om alles weer te repareren. Kijk, hier zo heeft hij gezeten. Ik heb hem ernaast moeten monteren en zwaardere. En deze gaten die zijn weer opgevuld, zodat de schade daar weer beperkt van is. Ik heb afgelopen week beelden gezien van volwassen mensen in een hele grote sloep die op een ongelooflijke, asociale manier bij ons door de water heen gaan. En daar moet echt aandacht voor zijn dat dat wordt aangepakt, of wordt gehandhaafd in ieder geval. En daar zullen we de burgemeester ook voor gaan oproepen. En als het nodig is voor extra handhaving, dan zullen we daar geld voor vrij moeten maken. Worden deze mensen opgespoord? Maar ik mag hopen en aannemen dat er gigantisch hard gezocht wordt naar deze asociale vaarders. En het mooiste zou natuurlijk zijn als we ook nog een stukje schade kunnen verhalen. Dat is wel het minste eigenlijk wat je zou willen hebben.